weer de nieuwe manier. Hè? De nieuwe manier hoe jeugd met elkaar om wil gaan. Het is een festival. En het is geen festival, het zijn de Olympische Spelen. Ja, oké, maar het is een festiviteit. Het wordt gevierd. Ja, maar daarmee doe je ze tekort, want het is ook af en toe... Ik doe helemaal niet tekort, jawel, want je moet over Enzo praten. Enzo is dus 17 jaar, 1,97 meter. Ja? Dus die man die is echt torentje hoog. En die kan dus, die doet dus aan gewicht heffen. En gewicht heffen is een soort van duistere sport waar alleen maar Georgiërs aan meedoen met heel veel doping. Maar wij hebben er nu dus eentje. Wat gewoon een hele vrolijke gozer, met een hele vrolijke uitstraling, maar een reus, de grote reus. En die kan dus bijvoorbeeld, gewicht heffen zijn twee dingen. Snatchen, dus het gewicht vanaf de grond, bam, zo in één keer boven je hoofd. Weet je hoeveel kilogram die dat doet? Nee. 163 kilogram. Dan denk je dat je alles gehad hebt, dan pakt hij ook nog een keertje nog dat gewicht, hè? Ja? Van de grond, huppakee, eronder, en dan, hup, zo. Dat is stoot, hè? Stoten. Ja, precies. Het eerste was 203 kilogram. Hoe heet die mensen kind achternaam? Is nog maar 17. Ja, Q-worg of zoiets. We moeten hem een keer uitnodigen. Ja, schitterend. Enzo. Brons, hè? Brons. In het brons. Gewicht even. Nou, we moeten nog wel een paar iets meer medailles halen, maar maakt niet uit. Dit is waar sport om gaat.